Hoi, ik ben Peter en vandaag gaan we het hebben over de sirene uit 1858. Maar hoe werkt de sirene nou eigenlijk? Nou, bij zo'n apparaat wordt lucht door gaten van een snel ronddraaiende schijf geperst. De luchttrillingen die dan ontstaan maken zo'n kenmerkend doordringende toon, die iedereen wel kent. De toon wordt bepaald door de rotatiesnelheid, ofwel hoe snel het apparaat draait. Maar door wie is het apparaat nou eigenlijk bedacht? Nou, het apparaat is bedacht door Charles Cagney in 1819. Charles Cagney zelf leefde van 1777 tot 1859 en heeft in zijn leven meerdere grote uitvindingen gemaakt. Zo dus ook de sirene. Wat hebben we er nu nog eigenlijk aan? Nou, we hebben het luchtalarm eraan overgehouden. Alhoewel werkt het luchtalarm niet meer op dezelfde manier, nog steeds is het gepasseerd op de manier van Charles Cagney. Oké, dit was de sirene. Ik hoop dat je het leuk vond.